Ze zeggen dat je mama kan herkennen. Dat heb ik ook nog nooit niet gezien. We hebben elkaar nog nooit gezien of ontmoet. Maar u kent me. Ik ben de dood. Kan ik het voor jou misschien niet doen? Nee, niet speciaal. Ik hoor aan. U moet met mij mee. U komt erg ongelegen, hè. Ik heb nog zoveel te doen vandaag. En maar nu. Kunnen dat niet een beetje uitstellen? Geld is geen belang. Het heeft niets met geld te maken. U, dit is gekomen. Maar dat bestaat niet. Dat kan niet. Ik sta hier heel verpeerd eraan. Dat zien we toch. Zeggen dat hij meer op zijn gemak moest zijn. Niet zo haastig. Mijn professor is een bekend archeoloog. Archeoloog? Oei, daar heb ik nog nooit niet van gehoord. Hij leidt altijd kundige werken en opgravingen. Ja, ik moet mij tot hiertoe geen zorgen maken. En daar ik nog geen vriend heb, laat ik niemand achter. Waar ik ben, is het allemaal. Ja, ik vraag het. Hier is het wel anders. Maar haar heeft enkele dagen het tijdelijke met de thee weer gewisseld. Marie, dan bied ik u mijn innige deelnemingen aan. Maar hij heeft een schuwe begrafenis gehad, hè. We waren de veevolk. De kerk was te klein. En veel bloemen. En een schuwe kruur, mama. Kan dat goed aannemen. Op de buiten kent iedereen iedereen. En Maga was een gekend persoon. En als u iedere keer weg in eens. En echt al de breuk zijn, dokter. Oh, kom vreemd voor een huisje als je iemand vindt. Het is toch niet uit mijn leven. Oh jee. Ik zat er veel over lief. Maar hij heeft wel voor u opgekomen, hè. Hij was de laatste tijd aan dezelfde meer, hè. Dat is veel te vroeg, maar als je uur gekomen is, is geen tegenstribbelen meer mogelijk. Er is één ding, hoor. Dat je overlast zijn testament laten lopen niet. Ben notaris. Ja, hierdoor zullen veel woordenwisselingen vermeden worden. Ja, mevrouw, maar ik heb een naam moet nog gewoon dringen nu ik zei. Zou je nog wel een boel geweest zijn? Je mag het goed geluren. En heeft hij ook aan u gedacht? Ik mag hier geen meer leven blijven willen. In overschot van het geld en zorgen over mij. Voilà, dan heeft hij zeker aan u gedacht. Maar ik heb maar goed verzorgd nu ik zei. Ah, dan, vastgekopt. Zijn hij vastgedoen? Dat hier allemaal proper gaan en niet op zijn post gaan. Want ik hoor er zingen van nu, ik zeg. Ik zal dat testament niet pakken, ze. Oh, maar dat is niet nodig, Marie. Oh, dat zwemmen, want je toch gaat rukken. Hier, ik heb het gelezen. Ja, het enige dat mij interesseert is dit. Het kwijtschelden van de geleende som van 50.000 frank aan mijn achternicht en krijgt nog 50.000 frank bovenop. Het overige geld is voor mijn trouwe huishoudster Marie.
Als ik eindelijk van goed gezond, dan kom ik haar zus gepast. Dan kunnen we dat met die naar de voeten. Twintig, dertig, veertig, vijftig. Ik ben u heel erg dankbaar. Maar zie hier, hier is 10.000 frank. Voor de bloemen en de versiering op zijn graf. Voor nou maar een stukje naar het kerkel zien. En nog een krasje geven en dan voor de rons kan hier. Dat was toch zo'n bijzondere man. Ik zal hem wel veel verliezen. Rijd ik met de auto? Nou, nu gaan we met de voet, dat is maar 5 minuutjes. Die lichtjes ik in. 6 voet. Voor alle mannen gelijk. Hoe rijk dat ook zit. Ja, de dood is het enige waar geen onderscheid wordt gemaakt. Tussen arm en rijk. Ik heb hem een monument van een zalig besteed. Hij was 2 in de zwarte marmer. Dat kun je goed onderaan. Maar ik wil nu dat ik nog een billetje neem. Zeg. Dat kun ik in lezen. Zo plots kwam de dood aangevallen. Zijn lichaam was een beetje moe. Ouderdom kwam er nog niet bij te pas. Hij was toch zo graag op zijn eentje. Genieten van de natuur en andere dingen die hij overgelukkig veroverde. Of stil genietend in zijn huis. Over de tijd die lang verleden of nog komen. Maar nu is met hem alles één gegaan. En blijven nog de herinneringen en de Heer die zeggen zal, kom. Neem een deel van het hiernamaals, want ik heb je gekend. Weet wie je was en ik heb je lief gehad. En al wie de uitvaart heeft bijgewoond, gedenk hem en bewaar hem in uw gedachten. Ook in uw verder gebed tot de Heer. Hij heeft het nooit niet kunnen waarmaken, fortuin en alles daarom. Hier kunnen we wel spreken van de onvoltooide symfonie van het leven.